Balkbrei, geen dagelijkse kost. Het is een van de gerechten in het boekje Vergeten Smaken. Sjaan van Bokstel maakte het vroeger maar al te vaak. Het varken werd geslacht en dan werd het op de leer gehangen. En dan daags naar de hand kwam de slager het kort maken. En dan werd het in de kelder in een kuip in het zout gedaan. Ja. En dan bleef het dan 3 weken in zitten. En dan werd het in de schouw en dan werd er een vuur aangelegd en dan werd het gerookt. Ja. 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 Want in de diepvries, dat kon toen nog niet? Nee, dat was toen niet, nee. Het recept van Sjaan staat in het boekje. Net als recepten voor broodtaart, pastinaak, bloedworst en zult. Jeroen Thijssen tekende de recepten en verhalen van de ouderen op. Dat de smaken van vroeger zijn vergeten komt volgens hem niet alleen omdat sommige gerechten niet zo vaak meer gemaakt worden. Er is heel veel veranderd in de productie van voedsel. En dus de smaak van vroeger, die zul je inderdaad nooit meer echt terugkrijgen. En het is natuurlijk ook zo dat bij oudere mensen de smaak verandert. Dus het smaakvermogen, het proefvermogen. En ja, dus het is niet helemaal duidelijk wat nou precies veranderd is. Maar ja, vlees en zo is veel magerder geworden en dus ook anders van smaak. Is het net zo lekker als vroeger? Nou, eigen maak was wel lekkerder. Het recept voor hete bliksem van Jos de Vriend haalde het boekje ook. Mijn kinderen praten, ze zijn allemaal in de 50, maar die praten er nog over. Dan krijgen ze nooit meer hete bliksem. Nee. En dat was toch lekker. Het boekje Vergeten Smaken is een initiatief van de Van Nijnsel Groep, die meerdere verpleeghuizen in en rond Den Bosch heeft. Het werd nu gepresenteerd omdat Den Bosch hoofdstad van de smaak is. Ik zit er niet hier. Lekker ouderwets. Ja, daar heb je met jonge mensen. Hè.